Voor DVS TV uh, ene Marco Hop. Uh, uh, vertel eens, uh, wat doe je uh, precies uh, bij DVS? Nou, mijn functie bij DVS is uh, technisch coördinator voor de onderbouw. Dat wil zeggen dat ik de trainers zeg maar, uh, begeleid, aanstuur. Een uh, structuur creëer samen met Herman Kok, in samenwerking met uh, Jack Versanten. En dat door de weeks ook een soort van bewaak. Kijken of het wel wordt uitgevoerd. Ik laat ook veel mijn gezicht zien. Dus ik ben uh, op het veld in samenwerking met de trainers en uh, Jack Versanten. En je had natuurlijk duidelijk uh, behoefte aan dit interview. Waarom dit interview? Ja, nou we hebben bij de onderbouw een structuur gecreëerd waarbij alle teams, van de uh, onder de 8 tot en met onder de twaalf, uh, gezamenlijk trainen. En dat wil zeggen gezamenlijk op één veld. He, als ik even over de tien sectie praat, alle tien team teams zelf op hetzelfde veld, hetzelfde tijdstip, onder leiding van een hoofdsectietrainer. En dat is wel heel uniek. Maar je wilt voor elk team een trainer hebben. He, en dat is nog best wel, of is altijd al een probleem geweest, vind maar eens trainers. He, en, met deze nieuwe structuur maakt het niet meer uit of je in één team traint of een, een vierteam. De structuur is hetzelfde, we bieden hetzelfde aan. En daarvoor hebben we juist trainers nodig. Om een structuur goed uit te kunnen voeren, is het zo belangrijk om trainers te creëren. En daarom. Het in veel. Ja, en en zo'n onderbouw is natuurlijk heel erg belangrijk. Want daar begint het natuurlijk. Daar moet je de basis leggen voor alles. Ja, voor alles, precies. Je kan het heel breed zien. Je bent beginnen met dribbelen. Uh, techniek. En techniek is eigenlijk ook het pasen, het trappen, het aannemen van de bal. En bij de acht ben je nog heel veel speels bezig, speelsgewijs. Lekker Touwtjes springen, met de kleine bal om, omhoog houden enzovoort. Dat is een onderdeel uh, sinds dit jaar bij de onderbouw. Ja. Ze hebben al een tasje gekregen, alle, alle spelers, speelsters, met een balletje en een springtouw. En die gebruiken ze allemaal. Ja. En je, je hebt natuurlijk uh, niet, niet alleen ja, enthousiaste trainers nodig, maar ook trainers die... die toch ook wel een beetje verstand hebben van, uh, van het spelletje en, en die structuur kunnen brengen zeg maar, in het spel van die onderbouw. Nou, precies wat je zegt, het kunnen brengen, het overbrengen op he, jonge, uh, jonge kinderen. He, je moet het kindsgewijs kunnen praten, je moet een beetje uh, je kunnen inleven in de kinderen wat ze denken. Maar het gaat er meer om dat ze uh, het kunnen uitvoeren wat wij willen, de structuur. He, dat ze zich daarin kunnen vinden. En daarvoor willen we ook de trainers gaan trainen. En jouw regelrechte vraag hier voor de camera van DVS-TV is? Nou, wij hebben jou nodig. Jou als potentiële trainer. En ben je nou jong, of, of, of jong, oud of wat dan ook. Wij hebben jou nodig. En we begeleiden je het gehele jaar. Uh, nou, aan het begin van het jaar zullen we een soort van opleiding doen. En, uh, het is hartstikke leuk een onderbouw trainer. De kinderen zijn zo lichtgierig, vrolijk. Ze doen eigenlijk alles wat je, wat je maar wil van ze. Ja, en, maar heb je daar nou wat oudere mensen voor nodig? Of juist jongeren, of maakt het eigenlijk niet uit? Want er zitten natuurlijk onder die ouders ook best mannen. Of misschien zelfs wel vrouwen die uh, ja, best wel een training kunnen geven? Nou, absoluut. Het maakt inderdaad niet uit. Jong, oud, uh, vader, moeder. Het maakt allemaal niet uit als ze maar in die structuur mee kunnen en willen. Hè? En die enthousiasme overbrengen op de kinderen. Dat hebben we nu ook. We hebben nu ook uh, meisjes, uh, speelsters van het eerste elftal lopen. Trainen, uh, vaders, uh, hè, maar dan niet van hun eigen zoon. We willen zoveel mogelijk gespreid. Dus joh, alles hebben we nodig, het maakt niet uit. Ja. Een, een heel mooi voorbeeld, maar dan natuurlijk wel van een selectieelftal, dat is natuurlijk Christian van Hussen van, uh, van, van het eerste van uh, DVS 33, die heel enthousiast met uh, Jo uh, 17 uh, aan de gang is gegaan. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Of het moet mijn heer, zoiets. Hè? Ja, dat, dat zou helemaal het ideale plaatje zijn. En wat ik nu al ideaal vind is. Uh, als ik praat over Roe Oosterhof, uh, Julian Schuur, uh, om maar even, eh, ik vergeet er een paar. van de 17-1 die zo enthousiast bezig zijn met onze 10-sectie en de 9-sectie. En van die willen we meer. Van zulke soort jongens. Ja. Ja. Nou, heel legitieme vraagstelling natuurlijk. En uh, heb je nog verder wat toe te voegen? Wil je nog wat kwijt? Uh, nou, ik zou zeggen joh, meld je aan. Hè? En we gaan lekker aan de gang. En je zult merken hoe leuk het is met, uh, met de onderbouw. En waar precies uh, je aanmelden? Nou, dat kan mijn uh, mailadres. Dat is uh, Marco Hop 1990 Apenstaatje Live.nl. Oké, okay. bedankt voor dit interview, uh, Marco. Graag gedaan. Jullie ook bedankt.